Ik zelf moet dus hier heel erg om lachen. Hoi, ik ben Esmee en ik lach ontzettend veel en heel hard. Daarom ga ik op lachonderzoek uit. En in deze aflevering onderzoek ik, waar lachen wij in Nederland nou het meeste om? Ja, ik lach altijd vaak om een vrouw, hè? Oh ja? Ja, die maakt me aan het lachen, hoor. Ja? Ja, pas op. Leedvermaken kan best heel leuk zijn, maar ik moet wel echt merken dat mensen geen pijn hebben. Want dan vind ik het niet grappig. Ja, dat vind ik ook niet grappig. Dus, als mijn vriendin valt, dan ga ik wel gewoon echt lachen. Ja. Nou, leedvermaken is natuurlijk een heel negatieve vorm van humor eigenlijk. Want je lacht om de problemen van anderen. Ja. Dat kan wel heel grappig zijn en het is wel heel standaard. Het is iets wat mensen overal ter wereld grappig vinden. Als je in een vliegtuig zit en je krijgt zeg maar het humorprogramma, dan zitten er altijd die bloopers in. Want dat vindt iedereen altijd leuk. Als je hier geen lach voor op je gezicht krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Gekke bekken trekken. Ja, bijvoorbeeld, ja. Oh ja? Ja. Ik zelf moet dus hier heel erg om lachen. Waar lachen wij Nederlanders nou het meeste om? Als ik daarover lees, zijn het ook meestal gewoon ervaringen van mensen, verhalen. Bijvoorbeeld van expat. I think the Dutch people in general, they're more direct in humor. Very direct. Direct. Ja, de Nederlandse humor is zo direct, weet je wel. Het is een beetje lomp. Vergeleken met andere landen. Nou, heel erg plat. Zelfspot inderdaad, denk ik ook wel, ja. Altijd een beetje belachelijk maken, maar dan net op het randje. En dat wordt wel vaker van Nederlanders in het algemeen gezegd natuurlijk. Ze zijn wat recht door zee. Ja. En dat zie je ook terug in de humor. Bent u ook blij met uw gebit, met uw lach? Ja, wij zijn altijd blij. Afschuwelijk. Ja, want jij hebt een beugel. Ja, ik moet ook nog een beugel. En is het voor jou dan ook een reden om minder te lachen? Nee. Het is ook iets waar je dan veel beter op de foto staat en zo. Ja, I'm not complaining. Ja, because they're pretty. Thank you. Ja. Yeah. In Nederland vinden we het eigenlijk ook wel leuk als iemand een keer helemaal in het deuk ligt. Als je bijvoorbeeld aan het reizen bent en je gaat naar Japan, ik zeg maar wat, dan is het allemaal heel ingehouden en rustig. Oh, dus je zou ook kunnen zeggen dat het cultuurbepalend is, humor of lach? Zeker, ja. Oké, Jan. Stel, we hebben natuurlijk een hele tijd thuis gezeten. Je hebt drie rondrennende kinderen, de hond moet er nog uit, je boodschappen staan nog te doen, je was boven. Is er dan nog een oefening die jij hebt om te de-stressen of een beetje te ontspannen? Ja, daar heb ik een hele effectieve voor. Alles wat jij nu noemt, hè, dat zijn dingen die je op je bordje geschoven krijgt. Pak het maar eens even, dat bordje vast. Ja. Pak maar eens even vast. Zo. Bedenk je maar eens even dat hier een hele grote kuil is zo voor ons. Oké. Okay. En dan gaan we dat eens even ingooien. Zo. En dan maken we even herrie bij het. Jongens, er komt. Ja. 1, 2, ja. En kom op. Ja. Kom maar, 1, 2, 1, 2, 3. Ja, kom maar. Ah! Ah! Weg ermee. Er zit misschien ook nog wat op je nek. Ja! Ja, kom maar. Ah! Het is wel even lekker. Het is wel lekker, hè? En even, hoppatee, je gooit het even aan de kant. Er wordt gelukkig in Nederland nog heel erg veel gelachen. En het maakt dus blijkbaar ook niet uit waarom we lachen. Laat ook jouw mooie lach zien. En deel deze met ons via de hashtag Laat Je Lach Zien. En wie weet win jij een Philips Sonicare. Kijk hieronder hoe je meedoet.